Hey. En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tiltrex. De enige echte. De enige echte natuurlijk, hè. Nou, we zijn er weer, jongens. We zijn weer in de... In ons thuispark. Ja, ik kreeg het verkeerd. In ons thuispark. Ja. De Efteling. Ja, we zijn een dag eerder gegaan. We wouden eigenlijk zaterdag gaan. Maar vanwege de persconferentie van vandaag. Vanavond. Nou, je ziet het. Controle. Toegangsbewijs. Corona maatregelen. Dus ik moet mijn QR-code laten zien. Nou, die heb ik. Ik ben gevaccineerd. Dus ja, laten we maar gauw naar binnen gaan. En ja, heb je er een beetje zin in? Jawel. Ja, hè? Ja. Dus, oh, trouwens, we zijn niet meer z'n tweeën. We hebben ook bij ons Keflos 22. De enige echte natuurlijk. Ja. De enige echte Keflos 22 hebben we ook bij ons. En ja, we gaan ons vermaken, jongens. Ja. He, heb je een beetje zin in? Ja hoor, zeker. Nou, hou je, hou je corona toegangsbewijs maar bij de hand. Nou, die hadden we maar eerst. Ja, doen we maar, hè. Maar, Nou, de vrolijke noot gaat plat binnenkort, hè. Hier gaat ergens, op deze plek gaat ergens dat nieuwe hotel komen, ja. Hè. Ja, hotel. Ja. Dus, Een luxe hotel moet worden. Nou, dan kunnen wij weer niet betalen. We zijn zo arm bij. Ja, maar we gaan ook niet in die andere hotel zitten. Dus. Ja. Ja. Nee, ja, ook niet. Ja, dus. Ja, voor een uurtje rijden. Ja, als ik een uurtje rijden ben ik hier al wel. Ja. Maar wat eigenlijk het grappige is, ze hebben hem pas geleden. Hebben ze hem. Ze hebben hem 2 jaar geleden of 3 jaar geleden hebben ze hem pas gerenoveerd en nu gaat het plat. Maar wel dat er een restaurant in zit. Ja. Dat maakt niet uit. Ja, maar ik kom hier toch bijna nooit. Wat? Ik kom hier toch bijna nooit. Dus, maar ja, het is Laplace, hè, dus ja. Het is niet erg dat het plat gegooid wordt. Nou, we gaan als eerste in de... Symbolica. Ja, Symbolica. Daar ben ik echt al een hele tijd niet meer in geweest. Dus die gaan we maar eens een keertje als eerste doen. Ik denk dat ik echt oprecht... Ik denk dat ik er al een jaar lang niet meer in geweest ben. Ja. Nee, ik ben echt al zo lang ben ik er al niet meer in geweest. Dus dat gaan we als eerste doen. Kijk eens, oh wat mooi. Mooi, ja. Kijk eens, ook allemaal... Allemaal van die, hoe heet dat? Nou, zal ik erbij doen? Met lampjes. Nee, die takjes allemaal. Oh, de takjes allemaal, ja. Kijk, ze zitten er weer in. Ja, je ziet ze nou niet goed, maar... Met lampjes. Met lampjes. Torens. Ouwe, met lampjes erin. Met lampjes. Nou, kijk. Dat is ook... Ja, nu is dat nog niet, ja. Vanavond. Ja, dus vanavond is dat heel erg mooi. Dan zie je echt het verschil met... Voor de rest is te weinig kerstaankleding meer. Dus even een stukje en dan weer ineens een heel stuk niet, hè? Oké. Waar? Die ballen. Oh ja, nieuwe ballen erin. Nieuwe ballen. Kijk, Kevin. Er zit een nieuwe bal in, zeg Joost. Ik heb er een nieuwe bal in gegooid. Die liggen jou elke winter hoor, weet je niet. Ja, maar weet je wat het is? Ik ga nou niet in discussie met Joost, want Joost die weet alles over ballen, heb ik gehoord. Okay. Joost is gespecialiseerd in ballen. Mooi. Mooi. Och, en dan heb je Pardoes. Even een foto maken met z'n drieën, met z'n achter. Ja, joh. Gaan we eens drie even op de foto. Met Pardoes. De tovenaar. Is wel leuk. Nou, naar Symbolenloods. We gaan even op de foto met ze. Zo, nou, was dat leuk of niet? Hè? Was dat niet leuk? Ja. Dat was wel een leuke foto. Nou, 20 minuutjes voor Symbolica. Maar ja, ik
Ik heb deze attractie al zo lang niet meer gedaan. Normaal loop ik deze voorbij. Ik vind het nou niet echt een leuke dark ride. ja, misschien komt dat wel omdat ik hem te veel achter elkaar gedaan heb. Dan is hij gewoon niet leuk meer. Als je deze echt gewoon elke keer meepakt, dan ja, wordt het op een gegeven moment saai. Maar nu was ik al, ik denk echt al een jaar dat ik niet meer geweest ben. Ja. Dat ik erin geweest ben, dus we gaan even kijken. Of het was te druk. Ja, of het was te druk. Ja, ja dat kan ook, ja. Het was ook, het is ook natuurlijk een paar keer heel druk geweest. Ja, toch. Dus vandaag moet ik zeggen, over het algemeen, het is vandaag rustig. Vrij rustig. Ja, Kevin had gisteren al gekeken, Kevin zei nou, het is rustig. Is het? Ja, dus, maar als het nou rustig is, is het dan ook lekker? Lekker. Weet ik niet, wat is dat? Weet ik al. Lekker. Lekker. Ja, ding is, weet je. Ja. Mikey Eftel. Ja. Mikey Eftel. Nou, we gaan even wachten op Symbolica. Regel 588. Aanwijzingen dienen per direct te worden opgevolgd. Instructions must immediately be followed. Welcome, willkommen, bienvenue, welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardus, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel, zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar... Ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Want to run through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Draag het treden. Open u! Symbolica. Joost, waarom heb jij nou je camera meegenomen? Je uploadt tot nooit. Ja, dat is leuk. Nou ja, hij doet het voor eigen gebruik.
Klaas Jonkel, ik stop deze tour. Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Waar gaat die tour? Don't you dare. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Nee. Kijken, naar beneden kijken. Zo, nou, dat was Symbolica, jongens. Dat was Symbolica. En we gaan nu even verder kijken, hè? Ja. Daar heb ik het gemist na een jaar of zo? Nee, nou ja. Ja, ik weet niet. Het is leuk om te doen, maar... Nee, ja, het is nou niet dat ik zeg van, oh, wauw. Nee, dat heb ik meer met... dat heb ik meer met Droomvlucht, heb ik dat meer. Dan heb je echt dat wauw... Kijk eens. Het lijkt wel prachtig, zeker als het donker is. Ja, hey, Kevin, weet je wat er in die kerstbomen zit?
Met lampjes. Torens. Ouwe, met lampjes met erin. Met lampjes. Met lampjes. Met lampjes. Hij komt altijd achteraan, hè? Ja. Dus ja. Mooi. 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 Volgende week. Oh, de volgende. Ja, Joost heb een beetje vaart in vandaag. Heb je haast, Joost? Ja. Je moet zeker de bus nog halen tot 10 voor. Je moet de tram halen. Ja, hij moet echt, jongen. Hij moet zijn borst halen. Dat was denk ik wel goed. Ja, maar die zal toch wel weer dicht zijn. Wat? Nee, meestal alleen in de zomer. Wat? Nee. Die worstkraam. Nee. Nou, de zomer heb ik hem nooit open gezien. Die is altijd open, hoor. Oh, nou, dan gaat hij misschien. Nou, misschien is die nou open. Kun je halen, Joost? Ja, want een dag een warme worst, wanneer geen warme worst in zijn mond gehad, heb je zijn dag niet geleefd, zegt hij altijd ja. Zelf. Nou. Toket zo. Maar goed. Hé, sprookjesbos, sprookjesbos. En kijk eens, daar zo. Wat daar zo? Ja, zit daar verderop. Oh ja, daar heb je de warme... De warme winterweide natuurlijk. Oh, wel is dat wel fijn. Ja, daar wil ik ook nog wel even, nou, ook een keer s'avonds, ja. Als het donker is, daar wil ik ook nog een keer overheen lopen. Want s'avonds is het eigenlijk het mooiste natuurlijk. En dan is het echt het mooiste met die lamp, met lampjes. Oh, met lampjes. Ja, met lampjes. Dus kijk nou, Hollevolle Gijs is ook onder de sneeuw, het huisje van Hollevolle Gijs. Ja. Ook onder het sneeuw. Dus nou hier het carousel op Parijs. Ja, vorige keer, hè, hartstikke vriendelijke mensen toen. In het carouselpleis toen. Ja. Dat was echt gezellig, hè, Ria? Leuk. Was echt gezellig. Ja, was echt gezellig, hè. Ja. Echt gezellig, ik vind het. Gezellig. Nou, ik vind het hartstikke gezellig. Die zachte rij. Nou. Maar we gaan als eerst even kijken bij, ja, bij de warme winterweide. Want ja. Nee, warm is het, anders. Het is meer de natte winterweide vandaag. Ja, het regent een beetje af en toe. Waarom je warmer zegt, maar het is helemaal niet warm. Nee, het is de koude winterweide. Ja, nou, maar het is eigenlijk meer de natte winterweide. Hey, kijk, ja, voordat we weer dadelijk weer naar huis gaan, nog even bij de zoetinval, nog even een zak snoep scoren, hè? Natuurlijk. Hè? Dus, ja, dat willen we nog wel even doen natuurlijk. En nog even kijken dadelijk bij Sirocco, hè, hoe ver die is. Ze zijn alweer een stukje verder, heb ik gezien. Oh, hij moet weer naar play, hè. Oh, ik wil naar de warme winterweide. Wat gaat hij? Hij gaat eerst weer naar de wc. Oh, zo jammer weer, hè. Kijk eens, allemaal versnelde boompjes. Maar het regent, gaat ook een paar groeibakken of zo. Dat is wel niet echt. Nou, eens even kijken. Mooi, hè, jongens. De warme winterweide. 2021. Dus ja, we gaan eens even kijken dadelijk. Als Joost terug is, want hij zit eerst weer naar de wc gegaan. Maar ja. Maar vanavond wordt pas mooi. Nou. Ja, vanavond is het mooier. Ja, ja, met lampjes. Ja, oké, doei. Torens. Ouwe, met lampjes erin. Met lampjes. Zo, we edit werk hè, voor Kevin, hè. Kevin houdt niet van edit werk, met stukjes ertussen en zo. Nee, dat doe ik. Houdt Kevin nooit van. Nee. Vindt hij niet leuk. Omdat eens een keer hetzelfde. Nee, dat is niet leuk. Ja, wel, dat is leuk. Dat is leuk, joh. Maakt de video een beetje spannend. Nou, Kevin, die heeft er geen zin in. En dat is best wel koud. Hé, hey, daar heb je hem weer, hoor, Joostie. Joost. Hé, Joost. Eigenlijk had je hier niet naar de wc gemogen. Een beperking. Kijk maar. Er is geen plekje aanwezig voor mensen met een beperking, dus je had eigenlijk niet naar de wc gemogen. Nou jongens, hier is de ingang. De warme winterweiden. Nou, gezellig, hè? Gezellig, hè, Ria. Met lampjes. Ja, met lampjes, ja. Nou jongens. Ja, dat doen we altijd eventjes. Elk jaar doen we dat even. Vorig jaar. Hebben we maar twee keer kunnen doen, want toen was, daarna was ineens alles gesloten. Vanwege de corona. Nou, gezellig hoor. Ziet er gezellig uit. Een lekker vuurtje erbij, gezellig. Oh,
gaat weer wat halen hoor. Oh, warme chocolademelk, die wil ik ook. Die wil ik. Ja, ik ga ook warme chocolademelk halen. Waar is Kevin trouwens? Zo, Kevin, ja, dat duurt altijd even anderhalf uur voordat hij pas weer komt. Hey, warme chocolademelk met slagroom. Nou, pakken. Echt leuk, die wil ik. Ja, Joost. Gaat hij goed? Staat hij weer precies voor mijn shot? Sta je weer? Zo jammer weer, hè? Staat hij weer voor mijn shot, hè? Nou, in ieder geval, we hebben even lekker een chocolademelk heb ik genomen met slagroom. In zo'n beker. Nou, ja, echt heel leuk. Dus, deze bekers dan die wij gekregen hebben van het werk. Ja, ja. Zijn dezelfde, deze? Oh, zijn dezelfde bekers. Ja, zie je, kijk. Ja, alleen deze is leuk. Hier staat een leukere print op. Ja, waarom? Dus. Was je alweer vergeten, hè? Ja, was ik alweer vergeten. Dus. Lekker chocomelk. Lekker chocomelk, hè? Maar is het ook de enige echte chocomel? Ja, stond er de enige echte op. Ja, stond er de enige echte op? Ja. Ja, de enige echte met de enige echte natuurlijk, hè? Ja. Ja, dus we gaan eens even lekker even proeven alvast een beetje. Ja, het is gewoon chocomel, hoor. Ja, de enige echte chocomel. De enige echte, ja. De enige echte chocomel. Nou, heerlijk zeg. Ja, echt heerlijk. Mijn muts die draait ook naar beneden. Heerlijk zeg. Ja, het smaakt lekker. Heerlijk. Lekker hoor. We hebben nu gelijk een mooie mooi cadeautje. Ja, we hebben een mooie beker hebben we, ja. Zeker weten, veel beter dan die beker. We hebben zeker een mooie beker nou. Maar goed. Maar gaan we het wij doen? Ja, kijk, mooie cadeautjes. Prachtig. Hey Joost. Mooi hoor. Hè? Joostie. Nou, hier ga je allemaal zitten. De dingen. Oh. Kijk Ria. Allemaal pinguïns. Kijk eens, allemaal pinguïnnetjes. Nog eentje. Ik wil dat je het hek overgaat. En drie pinguïns voor mijn haat. En drie pinguïns voor mijn haat. Dit was er vorig jaar niet. Nee, die was er vorig jaar niet. Jij is er nog? Allemaal pinguïnnetjes. Normaal zei dat. Normaal stond natuurlijk een kermisattractie met eentjes. En nu zijn het allemaal pinguïnnetjes. Ja, leuk hoor. Ah, ik wil dat je het hek overgaat en drie pinguïns voor mijn haat. Lijkt meer op eentjes hoor. Nee. Ik wil dat je de hek overgaat en drie pinguïns voor me haalt. Maar het zijn eentjes. Nee. Nee hoor, kijk. Kijk. Oh, ja. Zie je pinguïnpret? Nou, ik vind het niet lijken op pinguïns. Zo jammer weer, hè. Oh, hier treedt Jelka en Kendrick op. Nee, Jelka die ken ik niet. Kendrick. Ik ken wel een Hendrik. Ja, die ken ik wel. Ja, maar dat is jouw kijk Hendrik. Zo een spultijdens die de Efteling heb. Nou, daar gaan we later nog wel even een keer terugkomen. Hier hebben ze ook weer zo'n vuurtje gemaakt. Ja, klopt.
Maar de vorige keer hadden ze zo'n beeld staan waar je op foto kon. Ja. Zo'n AI was? Nee, ik weet niet meer wat het was. Klopt. Je kon ook in de Arresteger zitten vorig jaar. Ja, dat was daarachter, maar je had nog iets. En je had ook zo'n zo'n ding met dat het die skiën zo uit je... Dat was het. Het was een soort poppetje. Zag je gezicht, zag je, en zag je die twee skis zag je eruit lopen. Nou, hier kan je... Oh, hier staat die Arreslee. Zie je wel die Arreslee, die is er nog steeds. Hier heb je Pardoes. Die kan je ook weer een of andere, weet ik veel wat. Ook kan je op de foto met hem, met Pardoes. En dan hier de Arreslee, maar daar gaan we dadelijk misschien nog wel even een foto maken. Oh, ik zie daar wel... Even een foto maken. Ja? Ja, gewoon. Nee. Ja? Oké. Okay. Nou, hier de fotostudio. Hier souvenirs. En dan hier wintersalon. Nou, laat je even sminken. Ja, kan je eigenlijk laten sminken. En hier... Unox, maar die is dicht. En dan kan je kaneelbroodjes en warme dranken kopen. Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje. Ja. Hier ga je er weer uit. Hier ga je er alweer uit, dus. Ja, we gaan vanavond nog even terug. Ja. Want vanavond, ja, dat is veel mooier vanwege... Met lampjes. Ja, vanwege de donker. Dan is dat veel mooier natuurlijk, met lampjes. Dus dan gaan we zeker weten vanavond nog even terug voor de warme winterweide. Het regent wel een beetje, het is een beetje nat. Dus we zullen maar weer even een binnenattractie pakken, want het is een beetje, ja. Hè? Dus, ja, maar was wel leuk gedaan. Ze hadden nou alleen niet de poppetjes, wat we vorig jaar hadden. Ja, je bent te skiën. Ja, in de sneeuw. Die hadden ze dit keer als die niet staan. Ik heb wel vrij blijkend op die Arreslee. Ja, die Arreslee. Daar was vorig jaar nog voor mij nog heel gedoe over. Dan moest je echt, moest je die foto laten maken door je... Ja, klopt, dat was betaald. Ja, en dat was betaald, dan moest je ook nog betalen, moest je. Betalen, nou, dat dachten we bij onszelf. Ja, toen hadden we zoiets van, nou, laat het maar zitten. Kijk eens, oh. Kijk eens, jongens, Sirocco. Sirocco. Bouw update. Kijk eens, Sirocco. Ja. Nou, ze hebben nou het binnenste gedeelte hebben ze al helemaal met doeken gedaan. Doeken. Doeken. D-O-E-K-E-N. Dus, dat is dus allemaal. Nou, je ziet toch niet dat de wetten lopen. Nee, ja. Je ziet er verder niks van. Ze hebben nu echt helemaal afgesloten. Je kan nou echt bijna helemaal niets meer zien. Alleen schuttingen. Schutteling. En nou hier dan. Vogelrokkie. En dan hier ook de Carnaval Festival. Ja, gaan we het Carnaval Festival in? Ja, laten we het maar gelijk doen. Zijn we er gelijk vanaf. En hebben we dat gelijk weer gehad. Ja. En het is nat, dus ik wil gauw weer even binnenattracties doen. Want het is een beetje nat. Maar hier is de vogelrok dus. Dus ja, en hier is je Rocco. Kevin, waar zitten we nou in, hè? Nou, de Carnaval Festival, al gezellig. Ja. Weer geen roze, hè? Kijk, Joost, je had eigenlijk die andere mond hebben, als je een roze gehad. Ja, Joost heeft geen roze karretje. Nou ja, Joost zal filmen, maar het lukt. Oh, Sinterklaas! Kijk, daar is Sinterklaas. Leuk! Ik wil het nog wel, nee. Ik wil het wel, zo.
Kevin, kijken er ook mensen daar? Nee. Nee, dan niet. Nou, dan niet. Mag ik 1 babi-pang, 2 fuyong hai, en kip cha choi en weet ik veel. En een kalender. Kalender? Kalender voor thuis. Kalender? Ah, dan moet je wel knippen hoor, trouwens. Ik knip het wel. Ah, dat is een strijdkant. Mijn trump, rolt ook. Lekker borra.
Ta-ta-ta-ta-tam. Loos. Jokie en Jens. Jokie en Jens. Die hebben hele grote pret. Ja, is het zo? In een stapelbed. Ja, leuk. Oh, moet je kijken. Oh, moet je kijken die jaar. Even een mooie draak, hè. En nou zonder handen. Dat beutel ding uit de klauwen. Nou, mensen, ik zat één keer de camera aan. Want dan weet je zijn favoriete lijn. Oh, kijk. Ria, wat een leuke pingwins. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwins voor me haalt. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwins voor mij haalt. Een beetje hard. Die van vorige keer was ook nog niet online geweest. En dan tellen ze de camera mee en ze alles te filmen. Foto. Je binnen gewerkt hebt. Jeetje man, je ziet er niet uit man. Groeten aan de buren. Oh ja, ja die van mij kunnen doodvallen. Oude man. Tot ziens. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Daar moet nog staan, Auf Wiedersehen. Oh ja. Nou goed. Aloha. Aloha. Wat is je upload? Ga je helemaal? Ja, nooit. Nooit. Oké, wat een rolbaan. In ieder geval. Dus... Nou, jongens, daar zijn we weer. Er was net een leuk ritje in de Carnaval Festival. Ja, waar zijn we nu dan? En dit is Archipeld. Oké, dit is Archipeld. Archipeld. Ja, ja, de laatste keer dat we dit waren, waren die huisjes voorbij nog niet. Archipeld, nee. Nee, we stonden nog helemaal achterin. Ze hadden ze al wel al. Ja, al in het park gezet, maar ze moesten alleen nog geplaatst worden. En nu zijn ze geplaatst. En de pingwins staan er al, dus... Ja, en die wachtrijen, kijk. Ze zijn een eindje ver weg. Ja, ze zijn al heel eind op weg. Kijk, die wachtrijen is ook al helemaal neergezet. Gaat leuk worden, dames. Dan daar een muurtje en daar een schotje, een ijsschotje. En oh ja, en wat pallenboopjes, hè. Leuke pallenboompjes. Ja, is dat de vorige keer ook al volgens mij? Nee, volgens mij stonden die pallenbomen er nog niet hoor. Nou, daar ook allemaal pallenboompjes daar zo. Dus ja, is leuk geworden jongens. Ik ben reuze benieuwd als die open gaat. Hij zou de winter open gaan dus. Zou hij beginnen, maar dit is nu bij staat. Ja, zo staat het er nu bij. Ja. Misschien niet. Heb je die boot gezien? Ja, ik heb gezien. Leuk hè, die boot zo een beetje zo net wat hij aan het zinken is. En door. Leuk hoor. Dus nou, we gaan wel kijken hoe het wordt jongens. Die bomen zien er ook wel heel erg grappig uit. Nou, dan wordt daar nog eventjes wat geboord daar zo. Maar dit gaat hem dus worden. Ik heb ben reuze benieuwd hoe het eindresultaat is. Nou, er zit ook bijna niemand in.
Ik hoorde net de muziek, hoorde ik er net van. Van de warme winterweide. Gaan we dadelijk ook nog even kijken wat een show. Willen we later op de dag ook nog even gaan doen. Nou, in ieder geval zijn we dus in de Carnival Festival geweest. Het regent inmiddels. Het is een beetje miserig weer is het. Een beetje gruw. En het is rustig. Ook in de pagode was dus helemaal. Of in de gondoletta, daar is helemaal niemand. Kijk maar. Het is helemaal stil in de gondoletta. Ja. Er zit niet veel mensen in. Je kunt ook zo doorlopen. Nou, gaan we de bootjes in? Nee. Zit je in ieder geval droog? Nee. Zit je droog? Nee. Zit je droog? Nee. Nou, dan gaan we de pagode in. Ook niet. Nou, lopen we ook voorbij. Nou, ze willen vannacht nergens in. Ze willen niet in de gondoletta willen ze niet in. We gaan de baron in. Ze willen, die willen ze niet in. Ze willen gewoon nergens in, die gasten. We gaan de baron in. Dus. De Pieterman. Nou, veel plezier. Ja, ga jij Joris en de draak in? Die is dicht momenteel. Ja, bij boeien gaan alle blijft attractie doen. Ja joh, je gaat gewoon in een attractie die gesloten is. Moet gewoon kunnen. Waarom? Ja, toch? Tot de nacht allemaal. Met de pagode. Nou, tot ziens. Hoi. De pagode. Dan gaat hij zakken. Nou, Kevin die wil... Mijn ding zit niet goed. Kevin die wil echt niet. Zo, het gaat nou nog harder regenen. Godzalleer. Kevin wil niet, dus hij zegt, ik ben er vorige keer al in geweest. Ik heb er nou geen zin in. Nou ja, dan gaat hij toch niet, mee. Dan gaan we met z'n tweetjes. Hé, hey, Joost. We gaan met z'n tweetjes. Ik heb er geen zin in. Oh, ik wou die kant oplopen, maar dat gaat niet. Okay. Dus. Nou, waar staat hij dan? Hij is zeker... Kevin! Leuk! Zie je, kijk, zie je? Ja, wij gaan daar ook nog zo'n show even filmen. Dat vind ik wel ontzettend leuk om dat even te filmen, die show. Nou, hier ook Sirocco, boven Archipel Sirocco en dan daarachter Vogelhok van het Carnival Festival. Dus dat is wel leuk. Thank you.
een vervelend buikje. Ja. Dat is wel jammer. Toch valt een beetje in het water zo. En dan de piton. Nog eens in de kraak. En dan de hoek. Er gaat net de piton naar beneden. De piton. Kijk, zie je, gaat de roeping. Dus nou, ja, was wel even leuk. Ik ga er eventjes een rondje pagoden mee pakken. Dat is wel leuk, dat vind ik altijd. Ja. Dus. Kijk, daar heb je hem, hè. Daar heen hem, hoor. Daar heen hem toevallig. Daar heen hem toevallig. Daar heen hem toevallig. Zit weer aan een broodje. Zit je nou iets eten? Zit je nou iets eten? Stikt hij weer zijn middenvinger op. Zou ik nou nooit doen, persoonlijk. Piepend. Wat is er nou met je, wat is er nou met je paraplu aan de hand, Joost? Het waait een beetje. Het waait een beetje. Ja. Nou, hier heb je ja, Broen 1898. Broen 1898. Ja. Ja, maar ik heb wel lampje. Ja, dat heb je wel. Ja, met lampjes. Storens. Ouwe met lampjes erin. Met lampjes. Oh, daar gaat hij toevallig net. De heine moet toevallig. De heine toevallig. Daar gaat hij, hoor. 1, 2, 3. Ja, val. Val, gek. Ja, daar gaat hij. Hoppa. Nou, dat was het. Dat was het. Samen nee. Nee, er is geen hol aan. Hoe weet je dat? Ben je erin geweest? Nee, dat heb ik voor jullie gehoord. Oh, daar gaat hij hoor, daar gaat hij hoor, daar gaat hij, daar gaat hij. Heine, mooi. Oh, fantastisch. Oude tuffers gaan we in. Oh, we gaan de oude tuffers in. Leuk, gezellig. Ja. Nou, Joost, we gaan de oude tuffers. Tuffer in. Ja. Tuffer. Oh, hier heb ik weer cadeautjes, kijk. Ja, pak de paard, die zit erin. Ja, wat zit er in mijn cadeautje? Een bom. Een bom? Dat was, Nou, je kunt ook geen vis halen, dat kan ook niet. De vis is ook weg. Lekker joh, vis. De meermin. Ja, lekker Ariki. Ja, lekker. Ja, ja lekker. Nou, kun je daar halen? Ja, lekker. Ja, als die dicht is. Ja. Ga maar houden. Jongen, jongen. Is die weer gesloten? Ik denk, nou, ik trek een haring. Maar ja, gesloten. Ja, jammer joh. Jammer joh, maar we gaan de oude tuffer in. Ja, ja. Nou, gezellig. Leuk. Leuk! Zwaar geschud, hè? Ja. Ja, dat heb je als je een helm bij je hebt. Nou, dan heb je zeker een zware schut bij je. Zo, dus die is nog een zware schut. Nou, hier kan je... Kijk, daar heb je Ramon, hè, de dukjes. De dukjes. De dukjes. En hier kan je een snoep halen, hè. Ja, maar niet te lekker. Die lekkere bij dinges. Schipbreuk. Ze hebben wel van de zuur. Nou, ga je er een halen. Ik zeg als ze hem hebben, ik zeg niet dat ik er een trek in heb. Nee, nou, ik vind die niet zo lekker, dus ik hoef nooit zuurstof, kan ik niet lekker. Mij te zuurig. kijk nou jongens, Kevin's attractie. Ze zijn daar boven bezig. Ja, ze zijn daar boven bezig. Nou, ze zijn met een hele grote
kraan zijn ze bezig om te kijken wat er aan de hand is. Ja, hij is momenteel al een paar dagen is die al gesloten, jongens. Dus helaas voor Kevin vandaag geen schommelschip. Ja, daar kan ik wat op zeggen, maar dat ga ik me niet zeggen. We zijn dus met een hele grote kraan zijn ze bezig. Ja, er schijnt nog een hardnekkige storing te wezen ook. Dus ja, we gaan het wel zien. Wanneer het weer open gaat. Maar wij gaan in ieder geval de oude tuffers in. De oude tufferbaan. Ja, dat is echt wel al lang geleden dat we daarin geweest zijn. Dus dat is ook wel weer eens een keer leuk om te doen. De laatste keer dat ik in zo'n attractie ging. Dat was in Slagharen. Daar had je ook een soort ja, oude tuffer had je daar. In Slagharen had je ook zo'n, zo'n karretje. Ja, natuurlijk een hele andere baan. En ja, jullie hebben toen gezien, het was niet echt. Nee, het was nou niet echt een baan. Ja, deze is veel leuker. Er zat echt helemaal geen thematisatie op toen. Het was echt, echt een hele saaie attractie. Maar goed. We gaan even de oude tuffer in, gezellig. Kijk, daar gaat hij hoor. Leuk hoor, gezellig hoor, hè, gezellig. Daar komt hij hoor, daar komt hij. Nou, hier gaat Kevin in, als het goed is. Nou, de kletskoek, hè, daar gaat hij in. Nee, ja, wel, de volgende, ja, de volgende. Oh, wij gaan in de smikkersmul, gaan wij. Wij gaan in de smikkersmul. De smikkersmul gaan wij in. Nou, daar gaan we dan. Als je erin komt, komen we als goed zo kunnen uit, hè? Ja, maar... Ik denk dat het wel een paar uur duurt voordat ik er weer uitkom. Moet je kijken hoe ik zit, jongens. Ik zit helemaal ingevouwen. Deze wel. Nee hoor, dat doe ik. Hoor maar, zie je wel, hij doet het wel. Hij suggereerde dat hij niet deed, maar hij doet het wel. Dan moet je kijken, jongens, ik zijn helemaal opgevouwen. Ja, ik heb geen paraplu bij me, dus ik denk, ja, ga hier zitten, dan zit ik tenminste droog. Ik zit wel droog. Toch fijn dat ik eruit zit. Ja. Ja. Ja, nou zie ik, zit je nog zeik in zijn kant. Gezellig hoor. Echt hartstikke leuk dit. Oh, ah. Of we de onrijd maken. Giet jongens nou, want toen is er een stortregen. Gezellig. Waarom zijn we met toeteren, joh? Niet toeteren! Niet toeteren! Godverdomme! Ja. Ja. Ouwe tevreden.
restaurant in. Ja, ja, je hebt nu de al afgingen. Ja. Anders moesten we bij elke gezellig, hè, jongens, Armin, kijken. Gezellig. Leuk hoor, hè? Leuk hoor. Nou, fantastisch, meid. Ik heb de taart te vieren. Jezus, zeg hij. Gods geleden, zeg hij. Die toeter voor je verjaardag gehad. Ja, ik heb voor je verjaardag gehad. Ik ben naar huis. Ik wil naar huis. Ja, daar gaan ze dan, hè. Ja, het is natuurlijk een opdracht voor Kevin. Kevin zegt, snel maar attractie weer fixen, hè. Nou, gezellig hoor, hè, jongens. Joost, nou weet ik het wel. Jezus, de hele tijd te toeteren. Nou, dan moeten we die hier weer uit. Ja, jongens, de Python. Hé, hey, en daar heb je hem weer, daar heb je hem weer. Daar heb je hem weer. Ja, hij ziet het toch niet. In ieder geval de Python, jongens. Ja. Mijn giftel. Nee. Lekker. Dus we gaan gauw doorlopen. Ja, ik wilde al de hele tijd wil ik een broodje halen. Maar ja, die gozer die heb elke keer gaat weer een patat halen. Ja. Ik ben net even live geweest. Lekker, net eventjes. Nou, ik echt. Hij had net patat. Ja, maar jij pakt de bovenste. En dat ja, graag, en ik pakte een patatje. En die onderste waren heet. Ja, zo, ik pakte een patatje, pakte ik. Pakte hem boven. Steenkoud, zeg. Ja, ben je gek met het weer? Ja, daar gaat hij hoor. Denk maar even pakken op. Gaan we even kijken wat hij. Even kijken wat hij weer aan zijn rikketik heeft. Ja, ik kan hij weer aan zijn rikketik. Met worst. Ja, met worst. Ja, zeg je nou, heb je worst? Ja, oh, hij wil worst. Ja, dat tentje trouwens waar je vorige keer worst haalde, dat is dus daar zo. Het is dicht. Ja. 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 Hij heeft het als rikketik. Hij heeft het als rikketik. Oh, dan moeten we ook nog wel even langs Gani, hè. Moet ook nog even langs Gani dadelijk.
Ik heb de kaart niet alweer gerepareerd. Dus vorige keer was de kaart niet kapot namelijk. Oh, Unox, eindelijk. Oh, ik heb trek, jongens. Ik heb trek in een broodje Unox-worst. Dus gaan we nou even een broodje Unox-worst halen. Zo, nou, lekker even een broodje gehaald. Heerlijk hoor, lekker broodje Unox. Ga ik gelijk even opeten. En Gandhi is gerepareerd. Hij doet het weer hoor. Papier, daar. Oh, je hebt hier trouwens. We staan hier bij, hoe heet het ook weer? Ik weet nog eens meer hoe het deed. Is dat niet cijfer of een glad? Of pup? Ja, in ieder geval. Nou ja, in ieder geval heb je hier ook. Bij de Python heb je de winterse warme dranken. Heb je gloewijn, warme chocolademelk en stroopwafel koffiespecialiteit. Dat is ook wel lekker, hè? Maar ik ga eerst eens even lekker mijn broodje opeten. Er zat helemaal niemand in. Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Nou, ik leg hier uitleg het wel, twee bootjes. Twee bootjes van de Vliegende Hollander leggen hier ook. Ja, het is gesloten daar. Ja, het is altijd rond deze periode dan bijna altijd gesloten. Dus ja, de Vliegende Hollander. Hè. Ik vind het wel altijd mooi om hier altijd voorbij te lopen. De bouw is echt ontzettend mooi. Ja, juist. Weet je hoeveel die attractie kostte? Ja, een paar ton. Ja, hier kom je ook nooit zo vaak, hè, hier ook. Hey, deze plek komt me bekend voor, hè. Volgens mij was dit de plek waar ik toen aankondigde dat ik 500 abonnees had. Dat heb ik toen hier opgenomen. Bij de zandlopen. Ja, het is echt mooi. Altijd wel heel tiegelijk mooi om hier ook even te lopen. Hè? Het gulden gooien. Ja, het is wel leuk om hier weer eens te lopen. Hè? Het is. Ja. Joost die heeft problemen met zijn paraplu elke keer. Problemen met je paraplu, jongen. Een beetje maar. Hè. Dus. Nou, we gaan weer verder. Ja. Doei! Dag hoor. Dag hoor, dag meid. En door. Zo, bouw update. Kijk, ze zijn weer bezig bij Joris en de Draak zijn ze bezig. Een heel stuk ingepakt helemaal.
Dus ja, daar zijn ze mee bezig. Dus van hier de Baron 1898. We gaan waarschijnlijk eventjes of de Fata Morgana of de Droomvlucht even, want het is echt ontzettend koud. Ik wil wel even weer een warme attractie doen. Dus het is weer een beetje warm, want het is echt een klauwe vriezen de kant vanaf. Dus, nou, we gaan weer zo een beetje roken hier, jongens. Oh, er gaat weer eentje. Er gaat weer een. Weer een rook. Hop, stilstaan. En dan in 1, 2, 3. Oh. Nou, dat was het. Lekker kort baantje. Ja. Lekker kort, hè? Ja. Veel te kort. Veel te kort. Dus. Ja, hij gaat maar twee keer over de kop eigenlijk. Alleen daar zo en hier ook. Hij gaat eigenlijk maar twee keer over de kop. Ja, hier ook. Hier ga je over de kop. Ja, half. Half en dan hier ook. En dan heeft het eigenlijk wel weer gehad. Ja, heeft het gehad? Ja, okay. Ik heb het gehad. Nou, Max en Marit. Ja, normaal pakken we dit altijd als eerst, hè. Nu zijn we vanaf de andere kant eigenlijk eerst gelopen, dus dat komen we hier later, hè. En hij is bijna klaar, hè, jongens. Hij is al gereed, hij is al klaar voor opening, zag ik. Bakkerij Krumel. Dus die is alvast open. Kunnen alvast open, hè. Ja. Oh, kijk, leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dat is grappig gedaan. Ja. Ja, dat is leuk gedaan. Ik ga met de ling, hè. Hij is bijna klaar om open te gaan, hè. Ja, dat klopt. Hij was de details was ook al helemaal klaar al, dus. Daar kan elk ogenblik kan die open gaan. Nee, hij is nog steeds niet open. Nee, hij gaat pas. Joost de Bratwurst tent, zie je wel, hij is nog niet open. Ze hebben hem neergezet, maar ik kan nog één keer zien dat hij open is. Ik heb daar één keer de borst gemaakt, maar. Ja, de rest. Je mag geen camera, je mag hier niet filmen. En je mag ook niet een foto maken. Nou, waarom dan niet? Kijk eens hoe mooi. Oh, vul ik met de tong. Ongeluk. Oh. Dit behoorlijk gefilmd hoor. Bakkerij Krumel. Nou, ik ben reuze benieuwd. Als het goed is, gaan we met de opening gaan we er naartoe. Ja. Hè? Ja, was? Ja, zeker. 6 december, 4 december? 4 december dacht ik dat je zei. Wat? 4 december. 4 december, dan gaat hij open. Dus ja, gaan we wel kijken. 4 december, hè. Wat het wordt in... Dan zijn we bij de opening als het goed is. Nou, de volgende attractie is de Fata Morgana. Daar gaan we als volgende naartoe.
see from the plane, very bad ship. She was empty. No, Mrs. Queen. What? Who's good? Ik heb gehoord uit bronnen dat er hele mysterieuze dingen is rond het spookslot. Dat spookslot weg, hè? Misschien gaat het spookslot wel weg. Te oudbollig, te ouderwets. Nou, ja. Zo hoorde ik. Ik hoor dat het spookslot waarschijnlijk weggaat. Ja, weet je nog niet zeker hoor. Het is een gerucht. Maar. Ik zou het zonde vinden. Ja. Het is niet dat ik hem heel vaak doe, maar ik heb wel zoiets van, als je hier langs loopt, het is wel leuk. Ja, ja. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel grappig. Dan, als je er langs loopt, heb ik toch wel weer iets van. Dan mag eerder die daar weg. Ja.
precies. Ja, maar dit moet ze gewoon renoveren. Als het echt zo ja, oudbollig is, dan zouden ze het echt moeten renoveren. En dan... oh ja, hier al, hè, de verschrikkelijke sneeuwbanden. Hij was. Ja. Niet horen. De verschrikkelijke sneeuwman. Rustig maar, Bas. Bas, ja. Gaat de ene ervoor staan, gaat de andere ervoor staan. Is zo jammer weer, hè? Gaat hij weer voor mijn beeld staan, hè? Maar goed, in ieder geval, ja, ik hoop niet dat het weggaat. Nee. Zou zonde zijn. Zou zonde wezen. Het spookslot. Nou, de volgende attractie, de droomvlucht, die hebben we nog niet gedaan vandaag. Ravelijn is dicht vandaag. Ravelijntje, geen show vandaag. Maar wij gaan de droomvlucht in. Ik heb er zin in, hè? Ik heb er zin in, weer even lekker rondje droomvlucht. Altijd, altijd heel mooi. Om even te doen is altijd wel echt heel erg leuk, altijd eventjes. Dus we gaan naar binnen toe. En dan gaan we de droomvlucht even gezellig in. Gezellig. Oh, paaltjes. Ja, daar gaan we dan, jongens.
de hemel. Hemel, ja echt waar. Joost, dat is eind reizen hoor. Nee hoor, ik zal er even zijn. Doe ik mijn oog even dicht. Dan trip ik even. En dan zeg ik wat de boodschap is. Nee hoor, ik zal er even zijn. Doe ik mijn oog even dicht. Vind ik even. Hey Kevin! Oh, die is al weg. In de hemel. De hemel. Ja, dat was er weer, hè. De hemel. De hemel. Mooi, hè? Yes, je ziet zo'n vallende ster, zie je daar verderop. Ja. Zie je het? Ja. Echt mooi. Ja, echt prachtig. Nou, daar gaan we weer, hè. Stukje schap. Een stukje achtbaan. De rails. Ja. Van Geert Wilders. Geert Wilders, hè? En van ons. En van ons ook, ja. Ja, maar dit is echt een mooie dark ride. Ik mag wel zeggen. Nou, symbolica is hier niks bij. Nee. Nee, ik vind dit wel 10 keer mooier dan symbolica. Als ik eerlijk ben, ja, ja. Vind ik dit 10 keer mooier. Ja, tuurlijk. Dus, nou, we gaan er weer uit. Au, we gaan er weer uit. Ja, mijn poten. Kom met mijn vinger tegen dat ding aan. Je trekt ineens dat ding naar beneden. Mooi, hè? Maar daar was hij weer, hè? We waren er weer, hè? In de hemel. In de hemel. Ja, de hemel. Dus nou, daar gaan we er weer uit. Nou, de warme winterweide. Nou, zijn we de koude. Ja, het is nou de koude winterweide. Ja, het is echt alleen maar regen vandaag. Dus ja, je ziet het ook in de plassen. Het is echt, het gutst. Ik ben net nog eventjes de carnaval in geweest. Dat hebben jullie niet gezien. Dat heb ik even gelivestreamd. En daarvoor zijn we de droomvlucht in geweest. En dat hebben jullie wel gezien, als het goed is. Maar ja. Ja, we hebben zo echt zoiets van, ja, we zijn het eigenlijk alle drie, zijn we het eigenlijk wel een beetje beu. Het regent echt keihard de hele tijd. Het is guts, slecht weer is het. Het komt met bakken naar beneden. En ja, om nou echt de hele tijd buiten te hollen. De warme winterweide, ja, is leuk. Maar het is nu eigenlijk niet te doen vanwege de regen. Dus ik denk dat we maar op gaan maken richting huis. Gaan we eerst even naar het snoepwinkeltje, want ik wil nog wel even een zak snoep halen. Ja, is goed. Ja, dat moet ik nog wel even doen. Dus gaan we even een zakje snoep halen en dan gaan we richting huis, want ja, hè? We zijn het alle drie, zijn we het een beetje, ja, hè? We zijn het een beetje zat, maar dan komt gewoon door het slechte weer. Waarom? Als het droog had geweest, hadden we het nog wel gekend. Ja, precies. Dan hadden we hier ons nog wel kunnen vermaken, maar ja, momenteel, ja, het is gewoon heel slecht. Dus. Ander keertje weer best, ja, we gaan toch nog een paar keer hier naartoe, hè? Ja, zeker. Dus gaan we mijn verjaardag vieren hier ook. Ja, onderhand. Dus
Misschien nog een paar keer daarna? Ja, daarna ook nog misschien een keer. Ik wil eigenlijk nog naar de opening van Bakkerij Kruimel. Dat is ervoor, voor je verjaardag? Ja, dat is voor mijn verjaardag. Ja. Dan wil ik eigenlijk ook nog even een keertje. Dus we komen hier in ieder geval nog zat. Komen we hier, dus we gaan er afsluiten en we zijn het zat. Kijk even zijn gezicht. Hè? Oh, nou. Ik zeg, kijk even zijn gezicht en dan moet hij een Big Smile opzetten. Ja, dat is niet... Ja, zo, ja, dat is een beter gezicht. Nou, tot zo. Doei. Ja, two worlds combined in one loving winter park. Precies. Het winterfeest gaat nu van start. Ik kost met jou met heel mijn hart. Het winterfeest, het is weer tijd. De schitter en plezier wat ik verspreid. Doe mij allemaal maar na. Schud je koude winterhanden even stevig van je af. Pluk de pegels van de van boven en van onderaf. Ik heb mijn hele hart verloren. Het begin van onze reis. Een nieuwe liefde is gevonden. Hier in het sprookjesparadijs. Het winterfeest gaat nu van start. Ik dans met jou met heel mijn hart. Het winterfeest, het is weer tijd. Met z'n allen zwieren. Het is geheid, een groot succes. Het winterfeest gaat nu van start. Ik dans met jou met heel mijn hart. Het winterfeest, het is weer tijd. De schieten en plezier wat ik verspreid. Het winterfeest gaat nu van start. Ik hou van jou met heel mijn hart. Het is nog nooit zo warm geweest als bij dit winterfeest. Hey, en blaas maar in je handen. En stomp maar door de sneeuw. Heel goed, strooi blokjes in de lucht. En vier het winterfeest hier in de Efteling. En blaas maar in je handen. Gooi kopjes in de lucht. En waai het vuur maar aan. Doe je handen maar omhoog. En zwaaien jullie mee. Van links naar rechts. Heel goed. Het winterfeest gaat nu van start. Ik dans met jou met heel mijn hart. Het winterfeest, het is weer de tijd. De schieten en plezier wat ik verspreid. Het winterfeest gaat nu van start. Ik hou van jou met heel mijn hart. Het is nog nooit zo warm geweest als bij dit winterfeest. Het is nog nooit zo warm geweest als bij dit om weer wat droger te worden. Ja, gelukkig wel, hè. Maar prinses Jelke, wat was je nou aan het doen? Oh, ik ben sneeuw aan het maken voor het winterfeest. Ah, do we need a lot of snow? Maar hoe doe je dat dan? Want ik kan alleen maar vuur maken.
Oh, ik kom het wel even laten zien. Graag. Ja? Doen jullie mee? Het topje reikt naar de wolken. Ja. Je tikt de wolken aan. Dan dwarrelt alle sneeuw naar beneden. Ja. En dan pak je die sneeuw weer op. Maak je een hele grote sneeuwbal. En die sneeuwbal sla je boven je hoofd kapot. En prachtige winterse sneeuwvlokjes dwarrelen omlaag. Ik heb denk ik iets te veel vuur in me. Kun je het nog één keer voor me? Ja, natuurlijk, prins Kendrick. Komt-ie. Je reikt naar de wolken. Ja. En je tikt de wolken aan. Dan dwarrelt alle sneeuw naar beneden. Dan pak je de sneeuw weer op. Ja. Maak je een hele grote sneeuwbal. En die sneeuwbal sla je boven je hoofd kapot. En prachtige winterse sneeuwvlokjes dwarrelen omlaag. En kijk eens. Het zal sneeuwen. Inderdaad. Prins Kendrick, wat ben jij aan het doen? Nou, bij een warm winterfeest hoort natuurlijk niet alleen maar sneeuw, maar ook vuur. Ach, natuurlijk. Prinses Jelka. Ja? Maak je vuur met mij. Ja, maar smelt ik dan niet? Nee, absoluut niet. Dat beloof ik je. Oké. Okay. Let's make some fire. Oké. Okay. Warm eerst maar eens even heel goed je handen op en blaas er maar een keertje in. En als ze warm genoeg zijn, dan schieten de vonkjes de lucht in. En opzij en omhoog. En opzij en omhoog. Heel goed. Heel goed. En dan verspreiden we de warmte over heel de winter Efteling. Oh, en ver naar buiten. En als allerlaatste maken we een vuurballetje van onszelf. Maak je maar zo klein als je kan. Nog kleiner. Nog kleiner. En als we tot drie tellen, spatten we uit elkaar als een grote vuurbal. Dan zijn we er klaar voor. Daar komt hij. 1, 2, bijna. En 3! Wat een prachtig winterfeest! Such a beautiful winter party. Just as beautiful as you are, my princess. Mm. Let's celebrate winter in this magical world of fantasy. Hey, en pak maar eens even iemand vast die je heel erg lief vindt. Fairy tales find me fun.
en snow. En jongens en meisjes, weten jullie wat we hier vuur te maken? En sneeuw? Dat was, de show was dat. Zal ik dat ding afdoen, dan staan ze natuurlijk beter. Hè? Maar ja, het was wel leuk eventjes om dat even te zien. En ja, het is wel echt mooi verlicht hoor, moet je kijken. Mooi hoor, hij. Medlampjes! Torrens! Oude medlampjes erin! Medlampjes! Torrens met lampjes. Ja, met lampjes. Dus nou, we gaan er weer uit. We gaan er weer uit. Ja, het was wel leuk. Voor mij pakken we nou de ingang in plaats van de uitgang. Maar goed, ja. We gaan er, we schieten er dadelijk wel even snel schieten we er even uit. Maar het is echt wel. Ja, het is mooi. Volgende keer dan blijven we wat langer. Ik hoop dat het dan wat beter weer is. Maar het is nu gewoon zo verschrikkelijk slecht weer. Hè. Dat we eigenlijk zoiets hebben van ja, het is echt fnikkelen van de kou. Kijk eens jongens, het is echt helemaal verlicht helemaal. Vorige keer was het voor mij ook al zo, ja. Toen was dit ook al. Dus, maar toen waren ze nog bezig met het winter Efteling opbouwen, dus gelukkig staat hij er in ieder geval en kunnen we dus weer genieten van de winter Efteling. Zolang het nog duurt, want ik weet niet hoe lang het duurt. Maar we hopen dat, dat ik nog even een paar keer dit jaar nog een paar keer hier naartoe kan. Want het is natuurlijk wel ontzettend leuk is dit natuurlijk. Dus ja, we zijn bij het snoepwinkeltje aangekomen, trouwens de smulpaap. Bij de smulpaap daar zo, dus kijk, allemaal verlicht allemaal. Dus maar we gaan eerst even hier naartoe. De zoete inval. We gaan eerst eens even lekker een zakje snoep halen. Zo, nou, een hele operatie op mijn snoep dingetje. Ik was maar mijn rijbewijs kwijt en mijn. Daar gaat hij weer. Maar ik was mijn abonnement kwijt. En toen mijn rijbewijs kwijt, ik was alles kwijt. Goed, we hebben alles weer gevonden. Maar goed, in ieder geval het carouselpleis. En wij gaan weer terug. Want het is echt ontzettend slecht weer. Het is alleen maar regen momenteel. Het is echt ontzettend pochen weer is het. Ja. Dus wij gaan er weer vandoor. We hebben weer een bezoekje gebracht aan de Efteling. Ik heb alweer genoeg gefilmd, denk ik. Ja. Dus we hebben weer een leuke vlog. In ieder geval. Jullie geprobeerd neer te zetten. Ja, jammer dat het zo slecht weer was. Ja. Daardoor kon ik niet echt hele mooie winterweide filmen in het donker. Ik heb toen een klein stukje opgenomen. En natuurlijk, die zanger en die zangeres. Hè. Ja. Wat was het nou? Ilke en. Jelke. Jelke en. En nog een naam, weet ik veel wat. Dus nou, hij gaat teruglopen, ik zet gelijk de camera weer uit, want het is echt, ja. Het regent als pijpen stelen en mijn camera die wordt nat, dus doei!
Nou, we zijn niet tegen dus, hè? Voor mij denken er nog meer over, mensen over van nou, het is nou al heel erg slecht weer, laten we maar lekker naar huis gaan. Hè? Ja. We zijn niet de enige die denken van nou, het is slecht weer, we gaan maar, want... Ja. Ja, het is echt ontzettend slecht weer. Maar goed. Ik wil nog wel eventjes dit even filmen altijd, dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Ja, geen zwurgel vandaag. Ja. Dat is wel ook een beetje koud, hè, zwurgel, hè. Dat is van de zomer weer, hè. Ja. Van de zomer gaan we weer zwurgeltje halen, hè. Wat, dus. Een sluffel? Ja, een sluffel, hè. Ik kan niet een sluffel. Ik kan de ijs doden delen, veel kijken. Ja, toch? Ik ben benieuwd dat de beelden een beetje helder zijn, want de camera die gaat elke keer, de lens gaat elke keer. Ja. Dus, ja. Dat was hem, jongens. Dat was hem voor vandaag, hè. We hebben weer een leuk dagje Efteling zo gehad. Dus, die is ook altijd heel mooi, hoor. Ja. Die vind ik altijd ook heel erg mooi. Prachtig. Ja, en dan dit, hè. Ja, dit is echt, dit is zo verschrikkelijk mooi, dit. Ja, zeg mooi. Hier het Fabula restaurant. Ja. Tot die weer. Ja, echt mooi, jongen. Dat vind ik altijd wel even mooi om dit even te filmen. Nou, vanavond de persconferentie, hè? Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Was nou ook weer, kan je nou weer een bericht dat er weer een avondklok komt? Nou ja, we gaan het wel zien. Ja. Ja, dat is wel. Wat Rutte en Co wil. Ja. Krijg je weer een avondklok dadelijk. Dan kan je s'avonds weer niet naar buiten. Krijg je dat weer. Fantastisch. Dus. Oh, je kan nou wel even de Eftel dingetjes in. Want die wou vorige keer, toen zei je van, doen we volgende keer wel. We gaan nog wel eventjes de Eftel dingetjes in. Maar ja. Dit was hem in ieder geval, jongens, vandaag. De Efteling, nou deze gaat plat. De vrolijke noot. Gaan ze plat gooien. Dus dan is die niet meer zo vrolijk. Nee, dan is het niet meer zo vrolijk. Ja, maar ja, wat voor restaurant zit erin? Daar komen we toch nooit. Nee. Dus, ja. Er is ook een restaurant waar ik nooit kom, dus ja. Dan niks aan, ja, dan vind ik het ook niet erg ook. Dat we er niet ja, dat het plat gaan, want ik ga er nou toch ook bijna nooit in, dus. Nee. En het is
van Laplace, dus ja. Ik ben niet zo ver van Laplace. Nou, maar goed. Joost, die wil nog even de Eiffel dingen in. En dan gaan we daarna gaan we naar huis. Zo, nou, dat was het weer voor vandaag, jongens. Ik heb het in ieder geval weer naar mijn zin gehad. Het was wel weer een leuke dagje zo. Wat gaat hij nou weer doen? Oh, kijk. Moet je opletten. Wat gaat hij met die... Ga je met je prullenbak... Ga je met je paraplu doen? In de prullenbak. Dus ja, het was een leuk dagje zo. Ja, ja, het was echt. De ochtend was leuk, de middag was minder. Ja, het werd steeds slechter weer, werd het. Dus. Oh, hier heb je nog de corona-teststraat, hè? Dan kan je testen. Ja, we staan bij de test laten doen. Bij de bussen. Staan bij die bussen, dan moet je, kan je dus test laten doen. Maar ja. Dit was het in ieder geval, jongens. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, wij wel. Ja. Ondanks ja, dat het wel jammer is dat, ja, dat het regende. Want dat eigenlijk een. Dat is eigenlijk het enige mindere van de dag. Ja, het is echt heel slecht weer geweest. Ja. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. En abonneer ook even op. Nou, oké, okay, dan niet. Dat wilde hij niet. En abonneer. Oh nee, nee, wat hij uploadt, toch niet meer. Jongens, groetjes van deze kant. Groeten vanuit de Efteling. En tot de volgende vlog maar weer. Nee, Joost valt niet te uploaden. Doei! Oh ja, dat is fijn.